Ioniserende straling, daar gaan we dit keer over hebben. En met de straling bedoelen we natuurlijk de elektromagnetische straling, verspreid over een heel spectrum, vanaf zeer lage frequentie tot zeer hoge frequentie. We gaan eerst even hebben van wat is nu eigenlijk ioniserende straling. Je ziet hier een atoom en om het atoom cirkelen de elektronen. En als er nu straling op dat atoom valt, dan zul je dus zien dat de straling een elektron eraf kan halen. En dat bedoelen we met ioniserende straling. Het vermogen om een elektron weg te stoten uit een atoom. Welke soorten straling zijn er allemaal die in staat zijn om zo'n elektron weg te stoten? Allereerst hebben we de röntgenstraling. Vast wel een keer van gehoord, hè, van een röntgenfoto. Een andere notatie voor röntgenstraling is de X-straling. De X staat voor onbekend. Hè, op dat moment toen de röntgenstraling werd ontdekt door meneer Röntgen, wist hij niet wat voor soort straling het was. En hij nam dan ook X voor onbekend. We weten nu dat röntgenstraling een soort elektromagnetische straling is. Dus betekent dat röntgenstraling even snel gaat als ieder andere elektromagnetische straling, oftewel met de lichtsnelheid. Die röntgenstraling die vind je in het spectrum ook terug. Kijk, hier heb je de X-rays, de röntgenstraling. Dus het zit ver rechts van ons zichtbaar licht en het heeft een hogere frequentie. Een röntgenstraling kan worden opgewekt in een ziekenhuis en dat wordt gedaan met een röntgenbuis. Ja, je kunt hier dus kunstmatig röntgenstraling opwekken. Andere bronnen van röntgenstraling is de kosmos. Ja, uit het heelal komen röntgenstraling naar onze aarde, maar ook om je heen, bouwmaterialen en dergelijke, die kunnen straling uitzenden. Deze laatste twee, kosmische straling en straling uit gesteente, dat wordt ook wel achtergrondstraling genoemd. Dat is dus een straling die van nature al op de aarde en dus ook bij jou terecht komt. We gaan verder met het tweede type straling en dat is de gamma-straling. Gamma-straling is net als röntgenstraling gewoon een elektromagnetische straling. Voor gamma-straling moeten we nog een stukje meer naar rechts toe gaan. En je ziet dus dat hier de gamma-straling is. En die heeft dus nog een hogere frequentie dan de X-rays, oftewel de röntgenstraling. Gamma-straling wordt aangeduid met de Griekse letter gamma. Ja, zoals je hier kunt zien, de Griekse letter gamma. Volgend type straling is de alpha-straling. En alfa-straling is geen elektromagnetische straling, maar alfa-straling die bestaat uit heliumkernen. En dat betekent dus dat de deeltjes van alfa-straling positief zijn geladen. Ja, een lading van 2e. Deze twee stralingen, röntgen en gamma, die zijn niet elektrisch geladen. En alfa-straling dus wel. Een soortgelijke straling dan alfa-straling is de beta-straling. En beta-straling bestaat dus ook uit deeltjes, maar dan niet uit heliumkernen, maar uit elektronen of positronen. Een positron is eigenlijk precies hetzelfde als een elektron, alleen hij heeft een positieve lading. Je zult vooral elektronen, beta-straling negatief tegenkomen in het vervolg. Belangrijk is dus dat zowel beta-straling, let ook op de notatie alfa en beta-straling, deeltjes zijn en röntgen- en gamma-straling zijn geen deeltjes. Het is wel zo dat de gamma-straling en de alfa- en de beta-straling uit de kern komen. We noemen het dan ook kernstralers. Een ander eigenschap van straling is het doordringend vermogen. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat wordt bedoeld van hoe ver kan een deeltje doordringen in een stof. En ja, je hebt hier dus een deeltje. En als je goed ziet, dan zie je daar vier bolletjes. Ja, twee protonen en twee neutronen.
Dat betekent dat het een alfadeeltje is. Oftewel, we hebben hier een alfastraling te maken. En die is dus, zoals je ziet, wel redelijk groot. Dat betekent dat hij al door een stukje papier wordt tegengehouden. Het doordringend vermogen van een alfadeeltje is dan ook zeer klein. Want ja, het is een groot deeltje. Kijk, hier hebben we een ander deeltje. Die is behoorlijk kleiner. Het is een deeltje, dus hebben we hier te maken met een, precies, beta-straling. En een beta-straling, die is wat groter, dus die heeft ook wat meer nodig om te worden tegengehouden. Maar het is wel zo, een klein metalen plaatje is voldoende om beta-straling tegen te houden. Het is wel zo dus dat hij een groter doordringend vermogen heeft dan een alfastraling. Hebben we tenslotte nog de gamma-straling. Ja, je ziet hier al een golftreintje en zo'n golftreintje bestaat niet uit een deeltje, hè, want gammastraling is een elektromagnetische straling. Omdat het geen deeltje is, kan het ook heel moeilijk tegen worden gehouden. Een stukje papier, een stukje aluminium doet er totaal niet toe. Je hebt iets anders nodig. En een stuk lood, dat gaat wel een stukje beter. Ja, let op dat hier in deze animatie achter het lood totaal geen straling meer waarneembaar is. In de praktijk zal lood een gammastraling kunnen verzwakken, behoorlijk verzwakken, maar er zal toch altijd weer een heel klein beetje achter het lood waarneembaar zijn. Ja, maar er is in ieder geval wel zo dat een gammadeeltje een zeer groot doordringend vermogen heeft. Het is moeilijk af te stoppen. We gaan nog weer naar het ioniserend vermogen kijken. Ioniserend vermogen is dus het vermogen om een elektron kwijt te raken. En dan krijg je dus, ja, als je zo'n alfadeeltje erop aanstuurt, dat je redelijk makkelijk zo'n elektron kan raken. Ja, dus een alfadeeltje, juist omdat hij ontzettend groot is, kan hij makkelijk zo'n elektron eruit stoten. En je begrijpt dus nou wel, als we in plaats van een alfa deeltje een beta deeltje doen, ja, dan zal dat iets minder makkelijk gaan. Ja, in deze animatie komt het wel weer heel mooi uit dat hij hem precies iedere keer eruit stond. Hè, maar een alfa deeltje zal het eenvoudiger gaan, omdat hij gewoon groter is dan zo'n beta deeltje. Ja, oftewel, een beta deeltje heeft een klein ioniserend vermogen. Ja, een klein deeltje. En je begrijpt de tendens. Hier is een gamma-straling en gamma-straling bestaat niet uit deeltjes, dus zal hij ontzettend moeilijk een elektron uit een atoom kunnen stoten en heeft dus een zeer klein ioniserend vermogen. Het is net andersom met het doordringend vermogen. Alpha een heel klein doordringend vermogen, maar groot ioniserend vermogen en gamma-deeltje zeer klein ioniserend vermogen, maar die had juist weer een zeer groot doordringend vermogen. Kernstralers, dat zijn dus gamma, alfa en beta. Maar hoe komt die straling uit de kern? We gaan die kern eens van dichtbij bekijken. En dan zie je dus, je hebt een proton en neutron in de kern en eromheen zijn de elektronen. Kijk. We gaan natuurlijk even de kern bekijken, de elektronen, die geloven is wel. En dan betekent dus dat deze kern, die heeft 11 protonen. Ja? En het aantal protonen, dat wordt genoemd het atoomnummer. Atoomnummer is het aantal protonen. En dat is dus dan ook tegelijk de lading van de kern zelf. En de lading van deze kern is dan 11 protonen. E, ja, E, het elementair ladingskwantum. Behalve de 11 protonen heb je hier ook nog een aantal neutronen. En er zijn hier 9 stuks. Ja, het aantal neutronen zijn 9 stuks. En dat betekent dat ik in totaal in deze kern zitten heb 20 deeltjes. En die 20 deeltjes, dat wordt het massagetal genoemd van een kern. Dus het massagetal zijn alle deeltjes samen. De neutronen plus het aantal protonen is het massagetal. Als notatie doen we dat je hebt hier het symbool natrium, linksboven het massagetal, linksonder
het atoomnummer. Eventjes wat formaliseren. Ja, dit is de notatie. En hierbij is dus massegetal altijd linksboven, atoomnummer altijd linksonder. Ja, je kunt ook nog andere notaties tegenkomen. Vooral deze notatie komt heel vaak voor. Hè, dus het symbool met erachter het massegetal. Dat wordt vaak gebruikt omdat het gewoon makkelijk typen is in een boek. Nee, je hoeft niet raad te doen van linksboven en linksonder. Nee, je gaat gewoon in één keer doortypen. Dus, hè, en je krijgt hier aan het massegetal het atoomnummer. Natrium, die kun je natuurlijk altijd gewoon opzoeken in BINAS. Natrium heeft altijd als atoomnummer 11. Ja, een ander atoomnummer zou betekenen dat je een andere stof hebt. Dus dat kan niet. Ja, een andere notatie die je veel minder tegenkomt, is dat ze deze notatie doen waarbij ze het atoomnummer gewoon weglaten. Maar normaal kom je niet vaak tegen. Goed, we kijken eventjes naar de diverse elementen van een atoom. Want die hebben ook allemaal een notatie. We kijken eerst even naar het proton. Ja, hoe wordt het proton nu weergegeven? Nou, proton, het wordt aangegeven met de letter P, de kleine letter P. Wat hoort nu links onder te staan? Welk getal moet hier komen te staan? Nou, het is eigenlijk het aantal protonen, maar hè, je kunt beter kijken naar de lading. Wat is de lading van een proton? De lading van een proton is 1. Betekent dat hier een 1 komt. Ja, en daarna kijken we naar wat er hier moet komen te staan. Hier is het massagetal, dus dat is eigenlijk het totaal aantal deeltjes. Hoeveel protonen en neutronen samen zijn er? Nou, een proton bestaat maar uit 1 proton, oftewel daar komt ook een 1 te staan. We gaan naar het neutron. Neutron, ja, dat is eenvoudig weer. Ja, althans symbool, de kleine letter N. Dan, wat komt hier te staan? Wel, wat is de lading van het neutron? De lading van het neutron is precies 0. Oftewel, linksonder komt te staan 0. Dan, linksboven, het massagetal, het aantal protonen en neutronen samen. Ik heb hier maar 1 neutron, dus komt er een 1 te staan. Ten slotte het elektron. Ook hier weer, het symbool is redelijk te voorspellen, namelijk de kleine letter E. En dan, wat komt hier te staan? Wat is de lading van het elektron? Een elektron heeft een negatieve lading en die is gelijk aan min 1. Dus linksonder komt min 1 te staan. Wat is het massagetal van het elektron? Wel, hoeveel protonen en neutronen samen zie je als je een elektron alleen ziet? Dan zie je geen enkel proton, ook geen enkel neutron, dus daar komt te staan een 0. Onthoud deze notaties allemaal. Ja, van het proton, van het neutron en van het elektron. Je komt ze vaak tegen. Waterstof. Hoe noteer je de kern van de waterstof? Dus niet het atoom, maar alleen de kern. Wel, kijk, hier heb je de kern en je ziet dat het alleen maar uit 1 proton bestaat, meer niet. Betekent dus dat de notatie van een waterstofkern eigenlijk gelijk is aan die van proton. Ja, ik zet hier een H neer, omdat waterstof betreft. Maar het is eigenlijk hetzelfde als een proton. Je kunt echter ook waterstof krijgen waar een neutron in de kern erbij zit. Ja, dan krijg je dus dat er 1 extra deeltje bij komt. Ja, je blijft nog wel met 1 proton zitten, betekent dus dat atoomnummer gelijk blijft. We noemen dit soort waterstof deuterium en de notatie voor een deuteriumkern is dat linksonder blijft gewoon 1 staan, want het aantal protonen blijft gewoon 1, maar het totaal aantal deeltjes is dan 2. Het element blijft gewoon de hoofdletter H, want het blijft gewoon waterstof. Waterstof met dezelfde chemische eigenschappen als normaal waterstof. Ja, want er blijft om de kern in een atoom blijft gewoon 1 elektron draaien. En die bepaalt de chemische eigenschappen. Je kunt het nog gekker maken, namelijk hier 2 neutronen erbij. En met 2 neutronen erbij, dan krijg je te maken met tritium. Ja, en je ziet, het is en blijft gewoon waterstof. En dit verschijnsel, dus
dat eenzelfde element verschillende verschijningsvormen heeft, verschillende atoommassa's kan hebben. Dat wordt isotoop genoemd. Dus een isotoop, ja, het atoomnummer blijft hetzelfde, maar het massagetal blijft anders. En die isotopen die vind je ook terug in binas. Kijk, tabel 25, de isotopentabel, daar, ik heb hier een willekeurige pagina gedaan, heb je per element heel veel verschillende isotopen staan. Bijvoorbeeld atoomnummer 83, bismut. Ja, als je daar dus een isotoop doet, ja, dan kun je daar zien dus dat het atoomnummer 83, dat is voor al deze isotopen gelijk. Maar ieder isotoop heeft weer een ander massagetal. Het massagetal, ja, 212, ja, die ziet hier, ja, je ziet hier massagetal staan. Ja, in deze tabel. Ja, let op, massagetal is iets anders dan de atoommassa zelf. Want de atoommassa zelf, die staat erachter. Ja, trouwens, ik heb hier, hè, eventjes nog vergeten, maar je kunt dus, als je het aantal protonen weet, kun je het aantal neutronen natuurlijk eenvoudig berekenen. Door het massagetal min het atoomnummer te doen, dan krijg je het aantal neutronen. Ja. Nou, weer even terug naar die massa. Ja, je hebt een massagetal en de atoommassa, hè, die lijkt er wel heel erg sterk op. Ja, en het atoommassa, daar komen we later nog even op terug. Maar dat is dus de massa van alle neutronen en protonen bij elkaar opgeteld. Maar er zit iets meer bij dan alleen maar domweg optellen. De massa's van een proton en neutron zie je hier. Ja, die zijn allemaal iets meer dan 1. En dan zie je wel van, hé, als ik nou 212, ja, als je dat allemaal elkaar optelt, dan zou je dus als alles iets meer dan 1 is, zou je als je alles op moet tellen ook iets meer dan 212 krijgen. En dat is juist niet zo. Nou, daar hebben we het nog een keer over wanneer we daar toe zijn. Nu gaan we eerst eventjes gewoon verder. Zo, ja, en we kijken even in de volgende kolom. En dat is het voorkomen in de natuur. En dan zie je dus dat bij dit element, ja, dat al deze isotopen eigenlijk niet voorkomen in de natuur. Er is maar één soort wat compleet voorkomt in de natuur. En dat is bismut 209. En alle andere, die kunnen dus alleen maar kunstmatig gemaakt worden. Ja, door het verval van andere elementen, daar zullen we het zo meteen over hebben. Hè, dat dan plotseling zoiets voorkomt. Maar zoiets, ja, zal niet lang bestaan, want dan zullen ze dus gaan stralen. Ja, dat staat hier. Ja, bismut 212 die kan stralen. En uit de kern komen dan of alfa-straling of beta-straling. Let op hier, beta-minstraling of gamma-straling. Het getal, die 6,09, dat geeft aan hoeveel energie er bij die straling, die alfa-straling in dit geval, voorbij komt. Ja, let wel op dat het niet energie is in joules, maar energie in mega-elektronvolt. Dus dat is eventjes over de isotopen. Ja, dus isotopen, let op, hè, je kunt alles weer terugvinden in binas, tabel 25. Hier zie je een radiumkern. Radiumkern, ja, heeft 88 protonen. Massagetal is 226, dus het aantal protonen plus aantal neutronen is 226. En je kunt in binas opzoeken dat deze kern die kan een alfa deeltje uitspugen. Ja, dus het is een alfa straler. Er gaat een alfa deeltje uit. Ja, een alfa deeltje, ja, staat hier. Ja, heeft 2 protonen en 4 protonen en neutronen samen, een alfa kern. Ja, ziet er zo uit. Dit moet je gewoon wel uit hoofd kennen hoor. Dit moet je niet meer kunnen moeten opzoeken. Nee, alfa deeltje 4, 2. En dat betekent dus, ja, je kunt trouwens ook het noteren als helium, maar alfa wordt iets vaker gedaan. Dat betekent dus dat deze kern hier, ja, die verliest dus 2 witte en 2 rode balletjes. Dat betekent dat het verandert. En wat wordt het dan? Nou, hè, hier gaan 2 protonen weg. En er gaan 4 deeltjes in totaal weg. Dus hier gaan er 4 af. Dat betekent dus dat ik overhoud 86, 222. En dan krijg ik een ander element, namelijk het element radon. Je krijgt dus hier dat je echt een stof verandert in een hele andere stof.
En dat is omdat je dus een straling, een verval hebt. Ja, dit wordt een verval genoemd. En dat betekent dus dat je een ander product krijgt, het vervalproduct. En bij een verval krijg je ook een vergelijking en die zie je hieronder staan. En dat is eventjes goed om te kijken. Aan de linkerkant van de pijl komt altijd de kern te staan die je in het begin hebt. Dus deze kern, ja, die staat er alleen. En aan de rechterkant is het altijd zo dat je dus aan de rechterkant krijgt het deeltje wat als straling is. Dan kun je dus in binas opzoeken van, oh, ik heb een alfa, dus ik ga hier alfa deeltje doen. En het vervalproduct wat hier staat, dan kun je dus vinden door te kijken van, hey, ik heb hier 2, ik heb hier 88, dus moet hier 86 komen, want die optelsom moet kloppen. En daarboven hetzelfde, ik heb hier 4, daar 226, dus moet het hier 222 zijn. En dan zoek je in binas even op van, hey, 86, welk element is dat? Ah, daar is hij, radon. En dat is de vervalvergelijking. Nog een voorbeeld. Ja, je ziet hier het kern tulium. Tulium, ja, je kunt opzoeken atoomnummer 69. En deze variant, deze isotoop, die heeft 170 neutronen en protonen. En in binas kun je zien dat dit een beta-straler is. Dus hij spuugt een beta-deeltje uit. Nou, je moet wel deze notatie gewoon kennen. Dus ook hier net als met alfa-deeltje, probeer dit goed te leren. In plaats van beta mag je ook als letter gebruiken de E van elektron. En hoe komt het nou dat in deze kern plotseling een beta-deeltje eruit gaat, een elektron? Want let op, normaal zit er geen elektron natuurlijk in een kern. En toch komt er een elektron uit. Hoe komt dat? Nou, even in detail. Ja, ik heb hier een neutron. En neutron, ja, dat transformeert, dat wordt plotseling proton. Maar ja, een proton is positief en neutron is gewoon neutraal. Dat betekent dus dat wat hier staat eigenlijk ook neutraal moet zijn. En dan krijg je dus dat neutron wordt een proton en er wordt nog een elektron geproduceerd, een beta-deeltje. Ja. Zie je dus dat deze twee samen neutraal zijn, net zoals ik in het begin hier een neutraal deeltje had. Maar dat betekent dus dat hier in deze kern een blauw balletje wordt een roze balletje, een neutron verdwijnt en proton verschijnt. Ja. Dus een proton, ik had eerst 69, maar daar komt er één bij. Maar die 170 hier, die blijft gewoon 170, want het totaal aantal deeltjes blijft gelijk. Ja? Dus dan krijg je als vervalproduct, ja, linksonder 70 en linksboven 170. Ja, en je krijgt dus ook hier weer een vervalproduct, een totaal ander element, het element met atoomnummer 70, en dat is ytterbium. Ytterbium is hier het vervalproduct. Wat hier staat, ja, dat is puur eventjes ter informatie. Ja, dat hoef je op zich niet te leren. Dat, wat je wel moet kennen, is dat ook hierbij natuurlijk weer een vervalvergelijking hoort. En die vervalvergelijking, ja, ook hier links krijg je dus hier tulium te staan. Want dat is dus de kern die je in het begin had. Aan de rechterkant schrijf je eerst op het vervalproduct, het stralingsdeeltje. Ja, en dat is dus hier het beta-mindeeltje. En dan kun je dus meteen weer kijken van, hey, ik heb hier 69, ik heb hier min 1. Hier moet samen ook weer 69 uitkomen. Dat betekent dus dat dit 70 moet worden. En hierboven, ja, ik heb hier 170, ik heb hier 0. Dat betekent dus dat hier gewoon 170 blijft. Dus gewoon optelsommetjes kloppend maken. Dan krijg je automatisch dus dat je hier een kern moet hebben met atoomnummer 70. Oftewel, hier moet je ytterbium hebben. Ja, en dat betekent dus dat inderdaad wat hier staat, puur eventjes achtergrondinformatie. Maar voor het opstellen van de vervalvergelijking heb je dus niet nodig dat je weet van, oh, een neutron wordt een proton en beta. En daar hoort ook eigenlijk een vervalvergelijking bij. Nee, dit is op zich voldoende. Ten slotte even een voorbeeld. Wat is de vervalvergelijking van calcium 45? Doe het eerst even zelf. Ja, pak binas,
Kijk eventjes wat voor een verval dit heeft. Ja, druk even op pauze. Dan komt nu de oplossing. Je start natuurlijk eerst met een pijl. Ja, dat is standaard. Nou, wat ik zo net zei, je pakt BINAS, tabel 25 en je zoekt daar naar atoomnummer 20. Want dat is calcium. Calcium die heeft behoorlijk wat isotopen. Dus je moet hier een keuze uit maken, maar je pakt natuurlijk isotoop 45, want dat is het massagetal. En je zoekt hierbij welke straling calcium 45 doet en dat blijkt hier beta min te zijn. Die kun je vast opschrijven. Beta min, ja, en dan heb je meteen ook deze twee getallen erbij. En dat is belangrijk, want deze twee getallen die bepalen dus welke getallen er hier komen. Want linksonder, 20 staat hier, hier staat min 1, dus wat moet daar komen te staan? 21. Samen moet het namelijk kloppen. En linksboven komt er te staan 45. En dan heb je dus atoomnummer 21 en je ziet het al daar linksonder staan in BINAS. Ja, het is meestal wel in de buurt natuurlijk van het deeltje waar je mee werkt en dat is scandium. That's it. Halve dit kun je natuurlijk ook opschrijven in plaats van beta min de E. Ja, maar ga wel eventjes iedere keer wel deze 0 en min 1 erbij opschrijven. Dat is namelijk ontzettend makkelijk natuurlijk, omdat je daarmee moet gaan rekenen. Stel je voor, je moest een vervalvergelijking opschrijven, niet van calcium 45, maar van calcium 47. Dan krijg je dus een probleem, want dan heb ik hier twee dingen staan. Beta min en gamma. Maar die gamma hier, dat is straling zonder deeltjes. En dat betekent dus dat die totaal geen invloed heeft op het aantal protonen en neutronen samen of op het aantal protonen zelf. Dus die vervalvergelijking die blijft gewoon wat ik ze net ook had, namelijk hier calcium 47. Ja, let op, hè, nu even 47, zo net had ik 45, maar nu even 47. Ja. Vervalproduct, vervaldeeltje is precies gelijk. En dus is het vervalproduct nog steeds scandium. En hierachter, die wordt soms wel eens aangegeven, oké, dan komt er ook nog gamma vrij. Maar bij een vervalvergelijking wordt dit meestal weggelaten. Zo, that's it. Als je het goed ziet, zie je hier nog een heliumkern, maar nu met de twee elektronen eromheen. Leuk plaatje, leuk voor een afsluiting. Tot ziens.